Terwijl de wereld kampt met verschillende mondiale problemen, zoals oorlog, klimaatverandering en de economische crisis, begint de padvinderij na te denken over een bloeiende toekomst. Met het thema Onze wereld, onze bloeiende toekomst werd gisteren oprichter Lord Baden-Powell herdacht. Drie scoutingsorganisaties in Suriname, te weten het Surinaams Padvinstersgilde, Gidsen Suriname en Boy Scout Suriname, stonden achter de organisatie van dit jaarlijks terugkerend evenement. Baden-Powell-dag is de jaardag van Lord Robert Baden-Powell en zijn echtgenote Lady Olaf Baden-Powell, die de grondleggers zijn van de padvinderij. Wereldwijd worden de stichters van de padvinderij op de zondag voor Baden-Powell-dag herdacht. Terwijl al deze problemen zich voordoen op wereldniveau, zegt ondervoorzitter van het Surinaams Padvinstersgilde, Mirjam McIntosh, dat er binnen de organisatie van padvinders een terugval te zien is in het aantal leden. De padvinderij, maar ook elk ander individu, kan bijdragen aan een bloeiende toekomst voor de padvinderij in Suriname. Een toekomst waar we meer jongens en meisjes en jonge mannen en jonge vrouwen meenemen naar de padvinderij, zodat onze organisaties mogen voortbestaan en verder groeien. We zullen op stap moeten. Op stap om de mensen te vertellen en te laten zien dat de padvinderij er nog altijd is. En we beginnen weer vanaf vandaag. Opdat we met z'n allen willen werken aan die bloeiende toekomst. Wij durven vooruit te kijken. Thuis, op school, aan het werk, in onze organisaties, in Suriname en in de wereld zullen wij onze bijdrage leveren. Aspirant Rangers Van Koster zegt dat de padvinderij een positieve impact op zijn leven heeft gehad. Ook aspirant explorer Sharita Blokland heeft een bijzondere persoonlijke groei gezien en is vastberaden door te gaan in de padvinderij. Zo, ik ben vanaf welp binnen de groep. Ik ben nu 22 jaar. En throughout the years heb ik heel veel life skills mogen bijkrijgen. Ik ben op kampen geweest, dus een stukje survival in het bos, dat heb ik ook mee mogen krijgen. Discipline hoort erbij. Ik mocht verder ook trainingen volgen op, weer met andere organisaties, dus padvinders in de gehele wereld. En ik heb ook leiderschapstrainingen mogen volgen binnen de padvinderij. Dus de padvinderij heeft heel veel invloed gehad op mijn leven en op de persoon wie ik vandaag aan de dag ben. Mijn boodschap naar dus de padvinderij over de gehele wereld is: keep pushing, zet het door. We zien dat er heel weinig padvinders zijn in Suriname, maar dat moet niet ervoor zorgen dat we stoppen ermee. Ik ben nu 16, maar ik zit al 10 jaar in de organisatie. Toen ik ermee begon, kon ik nog niet eens lezen en schrijven. Maar door de jaren heen ben ik ook ik ben door de welperij gegaan, de verkenner, en nu ben ik op de afdeling explorers. Door de padvinderij heb ik een heleboel dingen kunnen doen. Ik heb bepaalde trainingen kunnen volgen, leiderschapstrainingen meer, ook dingen over ICT, maar we kamperen ook vaker met de padvinderij. Dus ik kan nu ook bijvoorbeeld een tent opzetten of op houtvuur koken. Bepaalde life skills die ik zeker niet zou hebben geleerd als ik was gestopt met de padvinderij bij de welperij bijvoorbeeld. Als ik doorga met de padvinderij, dan beland ik ook in de leiding. Maar dat betekent niet dat ik ermee zou stoppen. Mijn boodschap is dat ik raad de padvinderij aan een ieder aan. Zoals jullie weten of misschien niet, een padvinder zet door. Dat is meestal het probleem waarom mensen stoppen, maar ik raad het echt aan voor ieder. De twee aspiranten roepen voornamelijk jongeren op om zich aan te sluiten bij de padvinderij. Op Baden-Powell-dag, die op 22 februari wordt gevierd, gaan de padvinders met hun uniform naar school en het werk.